hartelijk welkom op deze filmreeks waarbij we vissers aan het water laten vertellen over hun passie. Zij vertellen u graag over hun grootste vangst of misschien een sterk verhaal en over hun toekomstplannen. Wanneer jij een visser ziet aan de waterkant, dan vraag je je misschien af: wie zijn ze? Wat doen ze? En vooral, wat drijft hen? Met deze reeks van interviews proberen we daar achter te komen. Ik ben Bart Dekker, ik ben 59 jaar. Volgende maand word ik de 60. En ik vis al vanaf mijn zevende. Ja, rond mijn zevende was dat. Ik ben eigenlijk begonnen door mijn stiefvader. Dat was een fanatieke visser. En ik staarde hem altijd blind op een blauw hengeltje wat hij had staan. En dan zei hij, ja, daar kom maar eens mee vissen. En dus ik dacht van, je gaat met dat blauw hengeltje vissen. Dus niet, ik begon met een bamboehengel. En dat was dus een teleurstelling. Ik zei, ga dan niet met een stuk hout vissen. En ja, toch maar gedaan. En ik ving mijn visjes. En na 4, 5 keer dat ik met hem mee was geweest, zag hij van, ja, hij heeft er zin in. Dan kreeg ik mijn blauw hengeltje. Mijn passie voor vissen, ja, dat is de rust wat je hebt. En de spanning eigenlijk ook, als je een run krijgt, wat hangt eraan? Is het een karper? Ja, je weet het nooit. Tot je hem aan de kant ziet, dan besef je eigenlijk pas wat je gevangen hebt. En het is echt ja, ook genieten van de natuur. En nogmaals, ja, de rust en ja, je bent één met de natuur eigenlijk. Welke visserij beoefent u vooral, Bert? Ik karpervisser. Ik ben begonnen met de witvis, begon met een vaste hengel. En later kwam er nog eens een werphengeltje ernaast te staan. En hoe ik mijn eerste karper ving op mijn werphengeltje, toen was ik daar eigenlijk aan verkocht. En ben ik ja, altijd verder gegaan met karpervissen. Ik ben verwond bij visclub HSV Juliana. Dat is hier waar we nu zijn eigenlijk. Die bestaat dit jaar toevallig 70 jaar. En hier ben ik eigenlijk ook als kind begonnen. Of aan de Maas, of hier, of aan de Kanaal zat ik. En ik ben nog lid bij HSV Hoop op Geluk in Nijkerk. En daar ga ik meestal ook weekenden heen of een weekje. En heel goed contact met de mensen en een hele goede sfeer. En de mooie kantine en zelfs een douche. Dus je kan je ook nog douchen als je daar de hele week bent. Dus dan ga je niet stinkend naar huis. Het mooiste wat ik heb meegemaakt van vangst. Ja, eigenlijk een mooie vangst was dat. Maar ook moet ik zeggen. Het blijft me ook altijd bij. Dat was in Nijkerk. Het was een koppelwedstrijd. En een jongen met een beperking, wat ook in Nijkerk woont, Guido Klaphek. Die jongen had geen maat om mee te vissen. En kon Guido wat langer. Ik had hem ook wat bijgestuurd met vissen. En hoe hij ze eigenlijk rustig aan moest doen met drillen. En hij neemt alles eigenlijk van me aan. Maar terug even te komen op die koppelwedstrijd. Hij had geen maatje. En toen zei die vriendin van me van, ja, dan ga maar met hem vissen. Dan is hij ook gelukkig, dan ga ik zo mee. En of het zo moest zijn, we kregen in één keer een loei van een run. En ik ben die visser af aan het drillen en hij al helemaal in paniek. Dat is een grote. Want de hele hengel die stond krom. En we dachten eerst dat het een steur was, dat het ook geregeld daar met volle runs gaat. En dan je molen niet verleeg trekt. Maar op een gegeven blik hadden we bijna bij de kant en dan had hij de staart gezien. Dan zegt hij, dat is een karper, dat is een hele grote karper. Dus het was helemaal in paniek eigenlijk. En ja, 3 keer geprobeerd voor hem aan de kant te krijgen. En wou hij het water in gaan, dan zegt hij van, ik ga het water in, ik schep hem daar. Dus hij is zijn schoenen uit aan het doen, zijn joggingsbroek uit aan het doen. Ik zeg, blijf maar mooi op de kant. Ik zeg, als die witte palen van jou zien, dan schiet hij nog erger weg. En in één keer kwam hij toch aan de kant, hij schept hem. Ja, die jongen die was zo door het allee, de hele watervis ongeveer, dat we een flinke vis hadden gevangen. En dat bleek het een two-tone spiegelkarper te zijn met 20 kilo. En dat zal me altijd bijblijven, hoe blij die jongen was. Dat zei hij ook, Bert, dat was mijn mooiste dag van mijn leven. Thank you.
Ja, ik heb dan ook nog een verlotingspagina, Lotingen voor Vissers. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen, hoe na een scheiding dat mijn vispullen in één keer weg waren. Dus dat was verkocht blijkbaar of weggegeven, dat doet er niet toe. En dan zat ik best wel in de rat dat ik niet meer vissen kon. En er kwamen de vrienden aan en die zeiden van Bert, kom, ik ga je helpen. Of we gaan je helpen. Van de ene kreeg ik wat hengels, van de andere molentjes, van de andere schepnet. En ze werd alles bij elkaar geschraapt eigenlijk. En ja, dat had me best wel geraakt. En er was hier in Limburg nog zo'n verlotingspagina. Daar ben ik een paar maanden bij geweest. En ja, het beviel me niet helemaal hoe dat daar te werk ging. En toen zijn we er ook weggegaan en dan ben ik met nog twee andere mensen. Eentje uit Nijverdalje en Haarlem zijn we toen met Lotingen voor Vissers begonnen. En je doet het nu al bijna, even kijken, 7 jaar. En we hebben al behoorlijk wat mensen blij gemaakt met vispullen. Van hengels tot rubberboten, tenten, zelfs een voerboot is al een keer in de verloting geweest. De roofvismateriaal, witvismateriaal, noem maar op, alles wat vis gerelateerd is, wordt eigenlijk verloot. En ja, hoe kom ik daaraan? Via winkels, webshops of andere bedrijven wat gerelateerde spullen hebben, bijvoorbeeld kleding. Die ga ik dan een berichtje sturen en ja, probeer ik wat los te peuteren voor de verloting. En als tegenprestatie krijgen zij dan gratis reclame voor hun bedrijf eigenlijk. Maar het wordt steeds moeilijk. En niet te vergeten, particuliere giftes, die zijn er ook vaak bij, zelfs van leden, die wat spullen schenken. En daar ben ik best wel blij mee. Welke soort of welke vis zou ik nog eens willen vangen? Ja, ik ben eigenlijk blij met iedere vis, maar op de Maas of op de Kanaal wil ik toch proberen voor een karper van boven de 25 kilo te vangen. Want ik ben niet boven de 25 kilo uitgekomen op de Maas en Kanaal. En ik weet, er zitten bakken van beesten op de Maas. Want ik heb jaren geleden een foto gezien van een en ik ken die jongen ook persoonlijk. Die ving daar een karper van 43 kilo. En iedereen zei van, ja, dat is geshopt. Maar toen was dat shoppen nog niet. En ik heb die vis toen zelf gezien. Het was echt een bakbeest van de vis. Dus ze zitten er wel. Maar het is 1 op de miljoen de kans dat je die juist te pakken krijgt. Dan moet je juist geluk mee hebben dat ze toevallig langskomen op je stek. Een persoonlijke tip voor beginnende visser. Begin niet met al te duur materiaal. Ik zou gewoon eenvoudig beginnen. Want ik ben eigenlijk ook niet echt merkverbonden. Als ik een hengel goed vind, dan is het me goed. Heb ik een molen wat goed is, dan vind ik het goed. Want het hoeft voor mij geen duizenden hengels en molens te zijn van duizenden euro's bij elkaar. Die dure hengels, daar vang je echt niet meer door. Het is je aas waar je eigenlijk wat bepaalt of je wat vangt. En het is met het aas ook. Ik zeg altijd, met de supermarkt kan je zelfs nog vissen vangen. Of karpers vangen. En ik heb zelf eigenlijk nog nooit bolies gekocht. Ik vis pas met bolies vanaf 2006 en daar ben ik zelf gaan experimenteren en ja, ik maak ze zelf, mijn bolies. Dan kan je ook blijven experimenteren tot je een goed aasje hebt voor een bepaald water. En dat wil niet zeggen dat je met het ene water goed vangt ermee, dat je met het andere water ook met dezelfde bolie goed vangt. Dat heeft allerlei factoren met zuurtegraad van het water en noem maar op. En gewoon maar blijven proberen en observeren. Daar vang je ook de vis mee, zeg ik altijd. Observeren, het water blijven observeren, waar je wat leven ziet of aasbelletjes ziet. En wat ik zelf altijd doe, als ik met 2 karperhengels vis, ik maak 4 voerstekjes aan. 2 bevis ik en 2 laat ik liggen. En dan, als ik zie dat die ene beweging is en op de stek waar ik zit niks is, dan gaat mijn hengel daar natuurlijk naartoe. Maar blijft die andere stek blijf ik aanvoeren. En zo blijven de vis ook meestal heen en weer zwemmen bij je stekken. En ja, daar heb je ook meer vangst. Heb jij zelf een sterk vissersverhaal te vertellen? Heb je misschien een bizarre ervaring meegemaakt aan het water? Of wil jij vertellen over je spectaculairste vangst? Of je favoriete merk? Wel, laat het me dan zeker weten via onderstaand mailadres. En wie weet, dan komen we u misschien interviewen. En als je je abonneert, dan wordt dat zeer gewaardeerd.